Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Welkom bij een nieuwe Retail Tycoon in Roblox, hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben me echt doodgeschrokken. Ik ben legit, want ik was namelijk even de opname aan het klaarzetten en ik was alvast Retail Tycoon gejoined. En heel mijn winkel is in 10 minuutjes tijd leeggekocht. Dus ik ga heel snel naar supplies toe. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik allemaal nog heb. Ik geloof dat ik nog een aantal iPads en zo heb. Ik geloof dat die ook allemaal uitverkocht zijn. Of niet, zelfs die zijn allemaal uitverkocht. We hebben ook even wat meer mensen nodig die de boel schoonhouden, zie ik. Nou, we kopen er even wat kleding bij. Hopsakeetje. En dat zetten we dan vervolgens even hier zo neer. Bam, hier komt een beetje kleding. Ja, wat is dit een drama? Onze winkel was binnen no time leeg. Oh, dit heeft wel wat sterren gekost waarschijnlijk hoor. We hebben mensen nodig die het voor ons gaan restocken. Dat is wat we nodig hebben. Want op deze manier gaan wij op een gegeven moment toch wel echt in de problemen komen. Wat zouden jullie het eerst kopen in mijn winkel? Een game? Een lekkere pizza uit de diepvries? Laat het maar hier beneden in de comments weten. Ik ben heel erg benieuwd. Smartphones die zijn hier zo. Ja, die zijn wel heel erg duur. Zetten we hier even. We hebben 72 smartphones. Oh my god. We moeten eigenlijk hier gewoon voor een heel groot gedeelte een smartphone winkel van maken. Bij data kunnen wij trouwens zien wat de mensen heel erg mooi vinden aan onze winkel en wat ze wat minder mooi vinden. En ze vinden de winkel een beetje te klein. Dat is wat ze vinden. En voor de rest ze vinden het schoon. Nou ja, dan moeten we even naar upgrade gaan. En dan moeten we meer land kopen. Als Jude in de winkel moet komen, hebben we heel veel ruimte nodig. Het gaat allemaal nog een beetje lastig zijn. Nee, dat moet wel goed komen. We gaan even, weet je, we gaan nu even wat geld erbij kopen. Want ik wil namelijk echt een enorme winkel ervan maken in één keer. Dus we kopen gewoon 70.000 even erbij. Is inderdaad belachelijk veel, maar we're gonna need it. Geloof me. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Deze hier die heb ik per ongeluk geplaatst. Dus die zal ik heel even moeten weghalen. Maar voor de rest is onze winkel een stuk groter. De Dutch Super winkel, daarbij is natuurlijk echt alles mogelijk. En we moeten natuurlijk ook weer een groot gedeelte dak erbij plaatsen. Dat is ook heel erg belangrijk. Nou, dit zijn de laatste paar, jongens. En kablam. Onze winkel is upgrade. En niet zo'n beetje ook. Onze winkel is echt geupgraded. Het is fantastisch. Ik ga hier gewoon echt een smartphone gedeelte van maken. Ik ga hier echt een smartphone gedeelte van maken. Misschien is het wel leuk hoor. Ik weet het niet zeker. Maar misschien als wij naar Bult gaan en we plaatsen even wat, wat glass doors. Want ik wil namelijk de gedeeltes een beetje van elkaar afzonderen. Even kijken. Wat vinden mensen nu van onze winkel? Onze store size die is geupgraded. Alleen de selection heeft 0 sterren. Mensen die vinden de indeling van onze winkel niet fijn. Ik ga naar manage en hier ga ik dus overal smartphones neerzetten, want ik heb er namelijk nog meer dan genoeg over. De iPhone X, de iPhone 8, de iPhone 8 Plus, weet ik veel welke telefoons je tegenwoordig allemaal wel niet hebt. We zetten ze hier. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Nou, ik hoop dat ze dit een betere indeling vinden. Ik vind het jammer dat je geen 2 verdiepingen zou kunnen maken. Dat zou best wel vet zijn. Het is ook echt alle nerds hier gewoon komen, hè. Allemaal van die, ja, geen nerds. Als je een bril hebt, ben je natuurlijk geen nerd. Maar het is grappig om te zien dat het dus echt een beetje het electronics gedeelte is. En iedereen met zo'n brilletje heel trots zo hier naartoe lopen van, yeah! Alle smartphone, alles is uitverkocht! Nee! Ja, maar dat is erg. Dat is echt heel erg. Het gaat veel te snel. Ja, we moeten echt even wat voorraadjes kopen, hoor. Zo de knetter, wat gaat dat snel. Zo de knetter, wat gaat... Dat had ik niet verwacht. Wat gaat het snel? What the heck? Dat is... Wat gebeurt er? Hebben we nu een halve dierenwinkel ervan gemaakt? Dat was niet mijn intentie. Nou jongens, onze iPhones die raken ook gewoon bijna allemaal uitverkocht. Het gaat zo ongelooflijk snel. En ik wil hier even wat meer muur hebben. Kan ik dat dan neerzetten? Nee, dan hebben we een nog groter gedeelte nodig. Ja, dat is prima. Dan ga ik even naar upgrade. Dan haal ik meer land. En als het goed is, kunnen we dan hier wat erbij kopen. Ja, dat kan inderdaad. Want ik moet ook even een plekje hebben waar mensen kunnen genieten van de decoratie, I guess. Dan zetten we hier nog even een double door neer. Hopsakee. Dan kunnen mensen via hier ook mooi naar binnen lopen. Net zoals wij dat kunnen. Dan kunnen mensen dus gewoon naar een rustige area waar ze kunnen chillen. Ik kan hier op zich ook een soort van buiten area van maken. Of is dat raar? Oké, dat is wel een beetje heel erg raar, to be honest. Laten we hier gewoon ook weer zo'n skylight plaatsen. Voor de mensen die zich afvragen wat ik dus nu aan het doen ben. Ik had gezien dat ik mijn rating van de winkel omhoog kon krijgen als ik meer decoratie zou plaatsen. Kijk eens aan. En dan moeten we dus nu hier decoratie gaan neerzetten. Laten we een fonteintje neerzetten. Ik vind dit op zich wel een leuke plek. En laten we daar dan wat bankjes omheen zetten, als dat mogelijk is. Is dat mogelijk? Ja, hier kunnen we bankjes neerzetten. Dus dan plaatsen we deze hier en deze hier. Kijk, dan kunnen mensen ook nog een beetje chillen. Ik zie al gelijk iemand naar het bankje toe lopen en weer weglopen. Ah, deze hebben we nodig. Storage. En daar kunnen we dan dingen inzetten. Dat is voor die stokkers. Oké, nu begin ik het te begrijpen. Ja, we hebben 5 sterren. Nice. We did it. Wij hebben 5 volledige sterren. Onze decoratie, die staat denk ik op 5. Bijna op 5, inderdaad. Laten we toch even kijken of we dat kunnen misschien hier wel heel erg mooi doen. Of we dan naar furnish kunnen gaan.
gaan. En dan zetten we wat van die storage neer. Kijk, de redstockers die doen nu automatisch hun werk. Die kunnen dus naar deze kratten toe lopen om spullen te pakken. En die zetten ze dan in de rekken neer. Ik heb niet echt een heel effectieve plek gekozen voor die plekken, voor de voorraad. Want de voorraad ligt namelijk ver weg van de schappen. Maar dat komt dus allemaal wel goed. We hebben het denk ik geklaard, jongens en meisjes. Onze winkel is enorm. We hebben dus nu ook een buitengebied gemaakt waar je lekker kunt chillen. Dus ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben met mijn winkel. Als jullie trouwens toch nog een keer een aflevering willen, kunnen jullie natuurlijk een like doen. Tot de tijd wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zie dat het lekker gaat. Ik zie hier iemand lekker op een bankje zitten. Ik zie hier mensen alle iPhones opmaken. Hier zie ik gelijk mensen die bij mij werken de voorraden aansterken hier verderop. Dus ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben. Kijk, de voorraden die worden hartstikke goed aangesterkt. Ik ben tevreden. Ah, ik zie het nu pas. Ik kan dus nu gewoon eindelijk net zoveel kopen als ik wil. En dan zetten mijn redstockers het automatisch in de schappen neer. Ik kan nu namelijk geen 100, maar 1100 items kopen. Dus ik ga denk ik even lekker los. Ik begin even met het kopen van ongelooflijk veel speelgoed. Oh, we kunnen hier nu zo'n grote winkel van maken. Ik ga gewoon echt superveel speelgoed kopen. Dat is niet normaal. Kan ik het niet gewoon? Ik kan het gewoon invoeren. Ik koop 300 speelgoed. Bam. Kost wel 9000. Ben ik wel direct een hoop geld kwijt. En wat ik denk ik ook even heel erg veel ga kopen, dat zijn telefoons. Ja, dat heb ik ook wel echt heel erg veel nodig. Kan ik er 100 kopen? Kost wel 10.000. Ben ik wel gelijk al mijn geld kwijt. Maar kijk eens aan. Ik heb 100 smartphones gekocht. En dan denk ik wel dat ik wat meer redstockers ga nodig hebben. Ik ga sowieso wat meer redstockers nodig hebben. Ik ga er gewoon 11. Ik ga er gewoon 11 voor mij laten werken. Kijk jongens en meisjes, de redstockers lopen naar de kratten toe en die plaatsen vervolgens de items van de kratten weer in de schappen. Ik ben benieuwd wat ze nu vinden. Ah, mijn winkel heeft nog steeds 5 sterren. Oh, we kunnen ook juwelen verkopen. Dat is op zich ook wel sick om te doen. Voor vrouwen en dergelijke. Mannen kan natuurlijk ook. En we kunnen ook nog een dierenwinkel gedeelte maken. Misschien dat we dat de volgende aflevering kunnen doen. Nee, weet je wat we doen? Laten we eerst even videogames weer fixen. Dat is denk ik wel belangrijk. Zo, we hebben 100 video. Laten we nog een keer 100 videogames kopen. Laten we ook even 200 kleding kopen en later nog even wat frozen food kopen. Zo, we hebben nu echt alles vol zitten. Dus alles wordt nu gerestockt. Ja, misschien moeten we toch nog even wat extra restock mogelijkheid hebben. Ik ga een upgrade doen. Ik heb misschien wel een goed idee. Dan gaan we even wat meer land kopen. Want als we nou hiernaast wat meer kunnen doen. Want hier zijn de... Ja, ik heb een idee. Kijk, dit gaan we openkopen. En dit hier gaan we openkopen. Jullie denken dus misschien bij jezelf van, Job, waarom zou ik dit dan ook gelijk even openkopen? Zo. Nu hebben we zeg maar het hele gedeelte naast mijn smartphone assortiment, hebben wij meer ruimte. En de reden waarom ik dat heb gedaan, dat ga ik jullie nu laten zien, is omdat ik dan deze muren kan ik even weghalen. Hetzelfde geldt voor de muren hier aan de voorkant. Oh, onze winkel die moet trouwens sowieso een stukje groter worden. Want het begint echt een drama te worden nu. En dan maken wij hier even een gedeelte aan vast. Hopsakee. En hier gaan we letterlijk gewoon alleen maar van die, van die crates plaatsen. Waar dus onze werknemers weer spullen uit kunnen halen om weer te restocken. Zodat we altijd een voorraad blijven behouden. Nou, uiteraard belangrijk dat we hier wel weer gewoon dezelfde vloer hebben. Dus die gaan we even snel plaatsen. En hetzelfde doen we aan de overkant. Daar gaan we weer hoor jongens, daar gaan we weer. Nou kijk eens aan, daar is het gefixt. Dan fixen we het nu nog even hier aan de overkant. Ook belangrijk. Hopsakeetje. Klaar jongens en meisjes. Kablam. En nu is dus het leuke moment aangebroken. Want nu gaan we namelijk heel erg veel van die storage dingen plaatsen. Maar echt belachelijk veel. Ze moeten hier overal neergezet worden. En hier dus ook. Kijk eens aan. En hetzelfde doen we dus aan de overkant. We hebben hier echt gewoon een huge ass winkel van gemaakt hè jongens en meisjes. Besef dat. We hebben hier echt een huge ass winkel van gemaakt. Terwijl in het begin wist ik niet eens hoe dit werkte, maar het is in ieder geval gelukt. Kijk eens aan. Hoeveel supplies kunnen we nu halen? 4.500. Oh gosh. Oké, dan ga ik gewoon echt heel erg veel inkopen. Dan koop ik gewoon 300 frozen food in. 300 normaal voedsel koop ik in. 300 videogames koop ik in. We moeten eigenlijk nog iets met schoenen moeten we denk ik doen. Chips laat ik er daar 100 van inkopen, want ik weet niet eens of we dat kunnen verkopen. Soda ook 100. Candy doe ik ook 100. En dan natuurlijk gewoon echt letterlijk 400 toys. Want daar gaan we heel erg veel van nodig hebben. Kablam jongens en meisjes. Mensen zeggen ook gewoon, deze plek is enorm. Dat kan ik begrijpen. We hebben gewoon een decoratieruimte waar mensen kunnen chillen. Eigenlijk moeten we hier iets van drankjes neerzetten. Een koelkast of zo. Dat zou hier eigenlijk best wel goed bij passen. Maar dat kan later nog. Een hele grote voorraadruimte. En als het goed is, wordt alles dus nu ook gerestockt. Ja, jullie zien het. Kijk. De schappen liggen vol. De volgende aflevering gaan we een plek maken waar de manager kan chillen. En we hebben meer schappen nodig waar dingen geplaatst kunnen worden. Absoluut. Oh, wat is hier aan de hand? Oh, oepsie. Oepsie, dat ziet er een beetje raar uit. Laten we daar heel even snel een muurtje neerzetten. Bam. Of nee, wacht. Nee. Daar moest helemaal geen muur. Wat ben ik aan het doen? Daar moest een... hoe noem je zo'n ding ook weer? Zo'n glass. Fully glass, of niet? Ja, die moest daar. Kijk, jongens. Oké, oh, ik ben twee ramen ook vergeten. Wat?
Hoe krijg ik dat nou weer voor elkaar? Alles plaats? Ja, alles is geplaatst. Ik weet niet waarom ik dit in mijn hoofd heb, zodat ik het dan beter kan zien. Even kijken. Wij hebben, ja, een dikke 5 sterren. We hebben bijna alles 5. Alleen mensen willen weer een grotere winkel. Maar voor de rest is bijna alles 5. Het is nog steeds een beetje druk natuurlijk. Heel de parkeerplaats staat ook gewoon vol met auto's. Ik ben tevreden. We kunnen de volgende aflevering lekker verder gaan. Smash een like op de video als jullie dat willen. Ik moet sowieso meer racks plaatsen. Ik wil schoenen gaan verkopen. Ik wil juwelen gaan verkopen. Ik wil ook dieren gaan verkopen op een gegeven moment. Dat kan hier namelijk als het goed is. We kunnen alvast even wat dieren inkopen, denk ik eerlijk gezegd. Is dat mogelijk? Als we bijvoorbeeld naar pets gaan. Kunnen we er dan een aantal inkopen? Dat is heel erg duur. Pets die zijn echt heel erg duur. We gaan het gewoon doen. Bam. Kijk, en nu worden hier dus ook gewoon dieren geplaatst. Kunnen we dat zelf alvast even doen? Ja, dat kunnen we zelf alvast doen. Oh, dat is wel super vet. Mensen kunnen nu ook gewoon dieren kopen bij ons in de winkel. Kablam. Ik zie tijgertjes. Ik zie echt van alles. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. We hebben echt de grootste en drukste winkel van allemaal. Ik ben super blij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.